Als ik nou een politieagent was, dan zou ik zeggen, hier zijn vingerafdrukken. Maar dan van de andere kant. Dus, hoogstwaarschijnlijk 2 personen in 1 douche. De handafdrukken staan zo op de glaswand. Nee, dat kan je niet douchen. Hier waren 2 stelletjes, dus ja. Ja, die douche, daar zag je toch wel wat sporen op, ja. Heel raar. Hoe wil je dan nog wassen? Snap je? Sowieso, je moet er wat leuk van maken. Dus, dat zakkerreinigen en het serieuze, ja, dat is niks voor mij. Dan moet je zeggen, moet je een ander zoeken. Hij heeft stoute grapjes, ja. En wij vrouwen vinden dat wel even leuk, maar niet altijd. Ja. Kijk, jou kende ik niet, alleen vanaf een filmpje. Ja. Nou ja, dat duurde ongeveer wel geteld 1 minuut. Nou ja. Oh, nee, ik wou echt niet zo slecht zo. Ja, nou, nog meer dingen in een minuut doen. Ja, exact. Exact wat ik wil zeggen. Nee, exact. Ik kan heel veel van mezelf laten zien in 1 minuut. Dat weet ik wel, ik weet toch hoe je denkt. Je net zo'n zieke geit als ik. Ja, zo echt slecht. Ik ben lekker kot van. Mooi. Ik ben een billenvrouw. En ik maak er erg graag grapjes over. Dan kies je vast aanspannen, ja. Hier krijg je zo'n mooie ass van. Melmen denken altijd dat het hier om gaat. Maar bij mij gaat het daar om. Hou de billen van Beyoncé. Ik heb ook naar die billen gekeken. Tuurlijk, ik kijk bij elke man die binnenkomt naar de billen. Dat is gewoon direct. En ja, nee, dat zit wel goed. Hi. Ja, maar wij vrouwen lieben knakkertje aas. Ja. Wij vrouwen houden van een stevige billen. Oké. Zouden jullie mijn vlees in jullie mond willen hebben? Nou, Guido, wat zeg je nou? Nee. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dat is slim. Oh, onderweg. Nou, smakelijk. Even serieus, wat zit erop? Zout, peper. Nou ja. Op zich. Ja, ik vind het echt wel lekker. Op zich, het is super lekker, man. Het is voor mij de eerste keer dat ik elend eet, ja? Ja, nou maar... Ja. Ja, ik vind hem echt heel lekker. Die eland ook trouwens. Gebogen knie. En dan kom naar voren. Edem staat wel allemaal billetjes, ja. Kom naar voren. Ja, dit. Ja, ik kan me nou wat zeggen, maar dat doen we niet. No. Nee, ik gaf hem geen tik op zijn kont. Dat was eigenlijk gewoon een corrigerende druk op de billen. Ja. Ja. Maar die kast die staat hier pas nu voor het derde jaar. Ik ben niet zo goed met zaad, dat zie je wel. Ik wil het er niet over hebben. Amy komt uit de Bijbelbelt. Moet je dat tegen iedereen zeggen? Hè? Amy komt uit Veenendaal. Oh, ja, dat heb je gehoord. Ja, oh, ja. Ik wist dat, het was gewoon een grapje. Oh, dat is een Bijbelbelt. Ja, zegt ze. Wat zeg je dan ook alweer? Oh, ga je, ik wist ook dat je dit weer ging zeggen. Hoe langer de rok, hoe natter het ook. Ze gaan mij echt uitschelden in Veenendaal als ze dit allemaal zien. Oh, nee, dat ken ik wel. Yeah. Hoe langer de rok, hoe natter de sok. Nee, hoe natter Almere. De rok. Oh. Hoe natter... Kom bij de rok! Jij hebt ook een kat, hè? Ja, ik heb een kale poes. Oh, zonder haar. Ja, lekker. Ja. Lekker warm. Ja. Alle mensen die omgaan met dieren, die hebben gewoon een goed hart. Mensen met huisdieren, die zijn wat toegankelijker. Maar dan mag je mijn poesje dan ook even verwennen. Als jij dit wil opscheppen in een bakkie. Ik heb kleine dingetjes daar. Ja, het maakt mij niet uit. Dan komt hij de badkamer binnenlopen, ja. Heeft hij toch al wel eens gezien, dus niks geks. Maar heb je geen dikke kont gekregen, Roos? Wat heb je ermee gedaan? Hè? Wat heb je ermee gedaan? Ik heb veel sport. Dus, ogen dicht.
Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, mijn pakje, hè? Nou, dank je. Ja, als je 5 jaar met iemand bent geweest, dan kun je echt... ja, dan heb je ook gewoon helemaal, als je zo jong bent, weet je wel. Dan heb je echt nul schaamte, nul geheimen, nul niks. En zo voelt het eigenlijk gewoon nog steeds. Bart vindt me wel heel leuk. Daar heb ik vanmiddag een hele goede beurt meegemaakt. Ja, niet zo'n beurt.